Leuk dat je kijkt naar nou weer een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Iedere maand investeer ik 250 euro in mijn tweede portfolio om te kijken of ik zelf de markt kan verslaan. Ook deze maand ga ik 250 euro investeren en een bestaande positie die ik al heb, die ga ik uitbreiden. Welk aandeel dat is, waarom ik voor dat aandeel heb gekozen en hoe mijn portfolio zich vergelijkt met de markt, dat wil ik gaan bekijken in deze video. Dus laten we snel beginnen. En laten we ten eerste gaan kijken naar mijn portfolio ten opzichte van de brede markt. Uh, vorig jaar heb ik dat vergeleken met VWRL. Vanaf dit jaar doe ik dat met VWCE. Dat is een ETF van Vanguard. Maar het verschil tussen die twee is dat bij VWCE de dividenden automatisch worden geherinvesteerd. Dus geeft denk ik een duidelijker beeld omdat de dividend ook wordt meegenomen in de koersen. Um, wat we hier zien. Voorheen deed ik het vaak in een tabel. Nu heb ik het in een grafiek omdat het denk ik veel duidelijker is. We zien hier de blauwe lijn, dat zijn mijn eigen aankopen, de aandelen die ik heb gekocht en de waarde daarvan. De groene lijn, dat is de waarde die het zou zijn geweest als ik alles in een ETF had gestoken. Lekker makkelijk, iedere maand dezelfde ETF en verder dan niet naar omkijken. En de oranje lijn die we hier zien, dat is het verschil, daar zien we ook het verschil in het bedrag zeg maar staan. En onderaan de gele kolommen, die geven het verschil tussen beide portfolio's aan in, in procenten. Wat we dan vooral zien, natuurlijk vorig jaar, uh, begin vorig jaar in januari 2021, dit portfolio begonnen. Toen is het heel lange tijd ongeveer een beetje gelijk opgegaan. Uh, je ziet wel dat het wel wat euro scheelt, misschien ooit 25 euro in de min, 32 euro in de plus ten opzichte van een andere portfolio. Maar qua percentages was dit meestal zo tussen de 2%. Eigenlijk pas vanaf. Ja, eigenlijk tot en met maart van dit jaar zie je eigenlijk dat de verschillen eigenlijk nooit groter zijn geweest dan 2, 2,5% tussen beide portfolio's. En het is juist eigenlijk pas vanaf maart dat natuurlijk de hele beurs eigenlijk omdraait. We hadden te maken met inflatie, we hebben nog steeds te maken met de oorlog, trouwens ook nog steeds met de inflatie. En dat heeft wel behoorlijke impact gehad, vooral ook op mijn portfolio, mijn eigen aandelen. Ook op de markt, met nog een harder effect op mijn eigen portfolio. En dan zien we in één keer dat eigenlijk vanaf april. het verschil tussen mijn portfolio. en bijvoorbeeld VWC. oploopt. tot 7%, 10%. En de laatste maand iets is afgenomen. naar nu nog zo'n verschil van 8,5%. En zoals gezegd, hier zien we de verschillen. Hier zien we het uiteindelijk ook. een beetje uitlopen. Uh, de, de pieken, de stijgingen hebben natuurlijk te maken met dat ik iedere maand 250 euro inleg. Dus dat is nu ook. En het verschil op dit moment tussen beide portfolio's zou zo'n 360 euro zijn geweest. Kunnen we ook heel even gaan kijken. Um, hier hou ik bij in die tabel. Ik leg er 250 euro in vandaag. Dan heb ik in totaal 4750 euro ingelegd. VWCE heeft vandaag een koers van net geen 96 dollar. 7% meer trouwens dan vorige maand. Toen stond het nog onder de 90 euro. Euro's zijn het trouwens. Um, zou ik alles hebben geïnvesteerd... In VWCE was dat nu zo'n 4600 euro waard. Oftewel, dan had ik ook 3% verloren ten opzichte van mijn inleg die ik had gedaan. Uiteindelijk heb ik al die aankopen zelf gedaan. Die zijn in totaal 4245 euro waard. Anders was het dus 4600 geweest. Oftewel, een verschil van die 360 die ik zojuist zei. Dus mijn eigen portfolio doet het nog een keer 8,5% minder. Ten opzichte van VWC op dit moment dus. En hoe ziet mijn portfolio dan op dit moment uit? Uh, mijn tweede portfolio, ook mijn eerste portfolio trouwens, heb ik bij de Giro. Uh, mocht je nog willen beginnen met beleggen, een link naar de Giro vind je onder deze video. Uh, dan kun je gebruik maken van die link, krijg ik een kleine vergoeding. Maar jij kunt gebruik maken van de actie en je krijgt dan 100 euro transactiekosten te, te goed van de Giro. Ehm... Um, we zien hier mijn account zo'n 4200 euro bijna waard is. En de reden dat ik dit account ben begonnen is dat ik eigenlijk wilde vergelijken met VWCE, met de brede markt. Maar tegelijkertijd is mijn eerste account is best wel veel toegenomen in de laatste jaren. En nu met 250 euro te laten zien per maand. Laat ik eigenlijk zien wat er mogelijk is als je gewoon vanaf nu opnieuw begint met een redelijk normaal bedrag, zeg maar. Misschien is dat 100 euro, in mijn geval is het 250 euro, om te gaan kijken wat kan ik opbouwen op die lange termijn. Scrollen we een beetje naar beneden, zien we hier bovenaan de aandelen staan en hieronder de ETF's die ik heb. Als je deze serie al iedere maand volgt, dan weet je welke posities ik heb. Je ziet dat vandaag eigenlijk best wel veel in het rood staat, behalve Citigroup, die staat zo'n 1,4% in de plus. Kijken we hier naar het totale ongerealiseerde verlies of winst. Dan zijn er eigenlijk twee posities bij de aandelen die in de plus staan. Dat is HP met zo'n bijna 30% en Microsoft met zo'n 10%. Microsoft heel erg uh, op tijd gekocht, achteraf gezien. Ook achteraf gezien niet op tijd verkocht, want nu is het zo'n 260 dollar waard. Ik geloof dat het vorig jaar ook rond de 360 dollar waard was. Toen was het rendement namelijk 50% op deze positie. Uh, we zien ook heel veel dingen nog steeds in de min staan. Zoals gezegd, de hele markt is eigenlijk wel behoorlijk afgestraft de laatste tijd. Helemaal gedraaid. Het sentiment is gedraaid vanwege stijgende rentes, stijgende inflatie. Maar sommige aandelen zijn ja, echt de verkeerde keuze geweest. Coinbase is wel weer toegenomen de laatste maand, maar altijd nog zo'n 66% in de min. Corsair Gaming ongeveer gehalveerd dat het is. Sommige positie die ik korter heb. Zitten ongeveer gelijk zoals uh, Applied Materials op dit moment. Citigroup doet het vandaag dus wat beter. Is eigenlijk um, wel een aandeel, um, moet ik zeggen, een bankaandeel is altijd weer anders. Als ik het nu opnieuw zou doen, zou ik er anders naar gaan kijken. Zou ik veel meer gaan kijken, bijvoorbeeld naar de price-to-book of de price-to-tangible uh, book-value. Daar kun je veel beter bankaandelen op uh, waarderen. Maar desalniettemin denk ik wel dat over een tijdje dit aandeel bij zal trekken. Dat ik dan wel in de plus sta. Want dat het dan ook wel een positie is die ik bijvoorbeeld zal gaan sluiten. Kijken we naar de ETF's die ik op dit moment heb. Dan zien we de AIX, Die staat zo'n 4,3% in de min. Uh, dat is vanaf het moment dat ik hem gekocht heb eerder dit jaar. We hebben de Digital Assets van Van Eck. Ja, uh, 74% in de min. Dat was ja, achteraf gezien. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde met cloud uh, computing, de ETF. Het zijn heel interessante sectoren, maar ook als je weet, als je met een ETF gaat doen, dan koop je misschien de goede, maar je koopt ook de minder goede assets, de goede coins of de goede bedrijven, de minder goede bedrijven. Alhoewel ik heel erg geloof in dit soort sectoren of technieken, is het wel zo dat in de huidige markt dit vaak bedrijven zijn die... Geen winst maken, heel weinig winst maken of pas in de toekomst veel winst gaan maken. En daarom juist hard worden afgestraft. Nou, dat zien we echt al terug in die percentages. Semiconductors doet het nog steeds redelijk met zo'n 12% in de plus. Dus over het algemeen zie je trouwens ook bovenaan staan. Sta ik in de min, zagen we eerder al. Het gaat nu over zo'n 560 euro in totaal op dit portfolio dat ik heb. Maar ook deze maand wil ik dus opnieuw 250 euro gaan investeren, want... Het idee van beleggen. En zeker voor de lange termijn, is of het nou goed gaat op de beurs, of niet goed gaat op de beurs. Je kijkt naar de lange termijn. Je maakt gebruik van dollar kost ergens. Oftewel, de gemiddelde koers wil je betalen. Soms zul je meer betalen voor een aandeel, soms zul je minder betalen. Gemiddeld kom je goed uit. En dat werkt ook gewoon met 250 euro in de maand over verschillende aandelen. Als je maar in die aandelen gelooft op de lange termijn, dus dat gaan we zeker ook deze, deze maand opnieuw doen. Het is natuurlijk wel zo dat het nu een heel lastige markt is, zoals gezegd. Het sentiment onder beleggers is niet heel goed. Als ik ga kijken naar heel veel aandelen, dan zijn de koersen al flink gedaald, maar ooit nog niet tot het punt waarop ik eventueel zou willen instappen. En het risico is dan ook een beetje als ik uh, met dit portfolio wil ik eigenlijk de markt verslaan, aangezien ik nu al zo'n 8,5% achterloop, zou ik dus meer risico kunnen nemen. Om te hopen dat het dan wel goed gaat, dat het verschil kleiner wordt of dat ik uiteindelijk wel de markt versla. Maar dan ga ik dus, zoals gezegd, te veel risico nemen op de korte termijn. Terwijl ik juist keuzes wil maken, ook met dit portfolio, juist voor de lange termijn. Dus de komende tijd zal ik waarschijnlijk in de min staan. Is niet erg als ik over een tijdje, over verschillende jaren, in ieder geval wel de markt maar heb verslaan. Dat is het idee. Lukt dat niet, hebben we ook iets bewezen met deze serie. Dat is dat je eigenlijk gewoon beter in een breed gespreide ETF kunt investeren. Maar in ieder geval, dat is belangrijk. Dat, um, ook al sta je nu misschien zelf wel in de min met je posities. Ga niet extra risico nemen om dat, ja, in, om dat negatieve rendement te compenseren. Maar kijk juist waar je in gelooft, waar je in gelooft op de lange termijn. En volg dan een plan dat je eigenlijk van tevoren al hebt gemaakt. En maak, ja... Schakel je emotie uit. Dat zal niet helemaal lukken. Dat zal heel lastig zijn. Maar juist op dit soort momenten is dat wel heel belangrijk. Zelf heb ik ook bijvoorbeeld een watchlist gemaakt. Van aandelen die ik interessant vind. Die ik bijhoud. Die ik ja, heb gewaardeerd. Waar ik een waardering voor heb gemaakt. dat ik weet bij welke koers ik wil instappen. Nou, van de aandelen op die watchlist. Er staan eigenlijk. Is maar één aandeel dat ik in dit portfolio heb zitten. Dat ik eventueel zou willen kopen bij die huidige koers. Dat is Alibaba. En dan kijken we even naar mijn positie. We zien hem hierboven staan. Alibaba heb ik op dit moment vijf aandelen van. De koers is 99 dollar. Oftewel, het is zo'n 500 dollar. Iets minder dan 500 euro waard op dit moment. Maar kijken we die 500, of eigenlijk ja, 48, 480, zo moet ik het zeggen. 480 euro ten opzichte van die 4200 euro die mijn portfolio waard is. Is dat net iets meer dan 10 procent? Um, richting de 15% en dat is voor mij een reden om in ieder geval deze positie nu niet uit te breiden. Zoals gezegd, ik vind het bij deze koers wel interessant, maar dan moet ik ook weer in de gaten houden dat Alibaba is een, het is misschien wel gevestigd, um, het aandeel is genoteerd aan de NASDAQ of in ieder geval op, in New York is het genoteerd in Amerika, maar het bedrijf is natuurlijk Chinees, tussen China en Amerika is er nog altijd heel veel gedoe, ook als China uh, als aandeel is wat extra risico. Extra risico, daar houd ik rekening mee. Maar daardoor wil ik dus eigenlijk deze positie niet groter maken, omdat het dan nog een groter gedeelte van mijn portfolio gaat uitmaken. Dus die positie, alhoewel ik de koers interessant vind. Vind ik het dus niet interessant om deze positie uit te breiden in dit portfolio. En wil je trouwens een video zien waar ik mijn uh, watchlist behandel? Waar ik al die posities laat zien. En ook vooral laat zien hoe ik tot sommige koersdoelen kom. Laat dat vooral dan weten in de reacties onder deze video. Dan kan ik dat misschien binnenkort behandelen. Welk aandeel ook op die watchlist staat. Dat is het aandeel van HP, HPQ. Um, het verschil is maar heel klein tussen de huidige koers en de koers waarop ik het wil kopen. Dus dat is voor mij in ieder geval nu de reden om deze maand wel juist daarin te gaan investeren. Bekijken we kijken het aandeel even kort via Belekker Tools, de website die ik heb gemaakt die jou kan helpen bij dat onderzoek, bij die analyse van aandelen. Dan zien we de beurswaarde van zo'n 33,5 miljard. Uh, het koers verloopt tussen de 26 en 41 dollar in de laatste jaren. Een heel laag P.E. ratio, een netto marge van zo'n 8%. En gaan we kijken even kort naar de checklist om te zien hoe het daar scoort. Dan zien we eigenlijk alleen het schuldenratio ligt iets boven de 1, dat we eigenlijk onder de 1 zouden willen zien. En een netto winst die we eigenlijk boven de 10% willen zien, nou die ligt op 9,6. Het betaalt wel dividend uit en op heel veel andere punten scoort het dus heel goed. Ik wil even niet gaan kijken naar deze cijfers, maar vooral even hun laatste uh, kwartaalrapportage erbij pakken, hun laatste presentatie eigenlijk. Dat als we gaan kijken naar HP, um, zeker dit HP is opgedeeld in twee aandelen HPQ. Dat is degene die we nu bekijken en HPE, HP Enterprises is geloof ik. Um, wat we hier vooral zien en wat ik uh, even wil laten zien, even kijken waar ik het zie hier. Dat is eigenlijk de onderdelen van HPQ. Dan zien we printing en dat zal heel veel mensen zullen natuurlijk denken, oh uh, printen, inkt, steeds minder, minder mensen printen. Uh, Misschien waren het van tevoren nog heel veel bedrijven, maar ook daar wordt misschien steeds minder geprint. Nou, dat klopt. Zien we hier ook terug. Zo'n 7% jaar op jaar neemt dat af. Het is natuurlijk wel zo dat dit niet het grootste onderdeel is van dit bedrijf. Zo'n 5 miljard aan omzet. Kijken we naar Personal Systems. Dat is uh, bijna 2,5 keer zo groot. 11,5 miljard was dat. En dat groeit juist met meer dan 9%. Dus houd er vooral rekening mee. Natuurlijk, een onderdeel van dit bedrijf. Um, is niet meer zo populair als dat het vroeger was. Neemt misschien af. Um, misschien met 7% per jaar, misschien meer, minder. Dat zal een beetje afhangen van de komende tijd. Maar ook al neemt het af ieder kwartaal of ieder jaar, dan alsnog heeft het een bepaalde waarde. En wordt er ook gewoon geld verdiend. Kunnen we hier ook zien als we verder gaan kijken. Um, Kijken we naar de operating profit, dan is dat 1,8 miljard. Kijken we naar het onderdeel van printing, en dat zijn dus eigenlijk printing supplies, printing commercial en printing consumer, dat is ongeveer zo'n 30% van de hele omzet. Um, daar wordt 55% van marge op gemaakt, of uiteindelijk zo'n um, bijna 20% operating profit. En kijken naar de personal systems, dat is dat 45% of 7% operating profit. Dus het is een kleiner gedeelte, het is een, het is een onderdeel dat afneemt in, uh, in omzet, maar wel de marges wel gewoon heel goed zijn. Gaan we vervolgens kijken naar een waardering, want natuurlijk moet je jezelf inlezen als je geïnteresseerd bent in het aandeel. Maak gebruik van die cijfers, kijk hun kwartaalrapporten uh, die ze hebben, leer wat het bedrijf doet en hoe ze het geld verdienen. Gaan we gaan volgens kijken, is het bij deze huidige koers interessant om te investeren in het bedrijf? Dan gaan we dus eigenlijk een, een waardering maken van onze verwachtingen van de toekomst. Nou, wat doen we dan in het tabblad van waardering? Gaan we kijken dan eerst naar de omzetgroei. Uh, we gaan trouwens een waardering maken voor de komende vijf jaar. Dat staat achter mijn beeld hier. Uh, kun je vijf jaar selecteren in dit geval. Omzetgroei van 2, 4 of 6 procent afhankelijk van welk scenario. Um, de analisten gaan uit van een winstgroei van zo'n 7,5% per jaar in de komende vijf jaar. Dus misschien is het wat laag. Maar aan de andere kant. Het is een verschil tussen omzet en winst. Winstmarges die ze maken tussen de 7 en 9 Ik ben trouwens vaak uitgegaan, een beetje van de laatste vijf jaar, omdat dat vaak wat verbeteringen aangeeft. Ze hebben wat dingen doorgevoerd. Het bedrijf is ook opgesplitst een paar jaar geleden. Dus deze cijfers zijn denk ik iets betrouwbaarder dan die van 10 jaar. En die van 1 jaar zijn misschien weer een te korte periode. En ook is in de periode van corona dat het waarschijnlijk heel anders is gegaan. Dus we gaan vaak een beetje uit van die cijfers van 5 jaar. Cashflow 6, 7, 8 procent. Geplaatste aandelen. HP staat bekend erop dat ze juist een gedeelte van die winst gebruiken om eigen aandelen op te kopen. Um, Laatste jaar was dat zelfs 15% van de uitstaande aandelen. Ik ben uitgegaan van 4, 6 of 8% per jaar. En het is heel interessant als aandeelhouder, zijnde dat de aandelen worden, van de markt worden gehaald. Dat betekent namelijk als jij 10 aandelen nu hebt en over een paar jaar nog steeds 10 aandelen, dan is jouw positie in het aantal aandelen niet veranderd. Maar ten opzichte van het aantal aandelen dat er überhaupt verhandelbaar is. Uh, ja, die totale dingen wordt afgenomen. Oftewel, de winst die ze maken wordt over minder aandelen verdeeld... en de winst per aandeel gaat dus omhoog... waardoor eigenlijk ook het aandeel gewoon interessanter wordt. Nou, dat is dus uh, 6 tot 8 procent per jaar afname. Dividend, ook dat doen ze. Dus niet alleen gebruiken ze de winst om aandelen van de markt af te halen... ze gebruiken ook winst om gewoon uit te keren in de vorm van dividend. Dat doen ze ook, neemt ook ieder jaar toe. Laatste jaar met zo'n 10 procent toegenomen... Ik denk niet dat dat vol te houden is. Um, die percentages, daarom ben ik uitgegaan van 6, 9 of misschien toch wel 12% groei als het echt heel goed gaat met het bedrijf. Een PE-multiple dan, oftewel hoe vaak zijn uh, beleggers bereid de winst te betalen. Op dit moment net geen 6 keer. Ga kijken naar het verleden van dit bedrijf. Vaak is dan 6 een beetje de onderkant en 10 een beetje de bovenkant. Er zijn natuurlijk uitschieters, maar dat is een beetje ja, zonder die uitschieters mee te nemen. Dus 6, 8 en 10 heb ik ook ingevuld. Gewenst rentement van uh, 12% per jaar, omdat ik een los bedrijf kies, wat meer risico heeft dan in de brede markt. En een groei na die analyseperiode van 5 jaar van zo'n 3% per jaar. Gaan we dan analyseren? Scrollen we naar beneden. Dan zien we de huidige koers van 32, 40, 30 is het. En dan zien we heel veel groen. Oftewel, dat betekent: dit zijn de dingen die we bereid zouden zijn om eventueel te betalen voor het aandeel. Als we uitgaan van die verwachtingen die we eerder zagen. En het gewenste rendement van 12%. In de base case zie je dan dat eigenlijk um, de multiple komt op 36. En de discounted cashflow komt op 57 dollar. Dus dan is het zeker interessant om bij de huidige koers in te stappen. Ook in de bear case, gemiddeld zo rond de 30, ligt het ongeveer op ja, de koers waar we nu zitten. En in de bull case ligt dat zelfs nog stukken hoger. Zou misschien ook verklaren waarom Warren Buffett rond deze huidige koers ongeveer is ingestapt. Ik geloof ergens onder in de 30. Is hij ingestapt, dus ook hij ziet zeker potentie. Het zal zeker wel iets zijn voor de langere termijn trouwens. Maar dat is dus mijn waardering voor het aandeel. En ook de reden waarom ik nu deze positie wil uitbreiden. Omdat ik denk dat zeker op de lange termijn, als we uitgaan van deze verwachtingen voor de komende vijf jaar, de markt het een keer hoger gaat waarderen. En dat dan toch zeker rendementen behalen valt op dit aandeel. Dus gaan we terug naar de Giro. Um, gaan we kijken naar HP. En we zeggen, die positie hebben we al. Dus we kunnen zeggen koop. Dan wil ik uiteindelijk uh, limiet betalen van wat er nu ongeveer is. In het totaalbedrag van 254 euro heb ik nog openstaan. Dan we kunnen we acht aandelen verkopen. Dus ik zeg plaats order. Bevestig. Het kost me 50 cent omdat het op de Amerikaanse beurs is. Ik zeg bevestig. En het zal waarschijnlijk heel even duren voordat hij is uitgevoerd. Hij is nu uitgevoerd. Dus als we nu teruggaan. En ik wil geen beoordeling geven. Als we nu teruggaan naar het portfolio... zien we dat de positie is uitgebreid van 10 aandelen naar 18 aandelen. En dat het nu zo'n 570 euro waard is. Dat ik nu zo'n 14,5% in de plus sta op dit moment. Omdat natuurlijk de koers die ik eerder had... de gemiddelde aankoopkoers is nu uh, 30 euro of 30 dollar. Het aandeel is nu 32. Oftewel, van tevoren had ik een lagere gemiddelde aankoopkoers. Nu met die nieuwe aankoop erbij... Komt die uit op 30? En dan ziet mijn portfolio dus als volgt uit. Ik zal hem verder niet meer bespreken. Kijk vooral zelf even. Maar dit is in ieder geval weer de nieuwe aankoop voor deze maand. En heb jij nu nog tips, suggesties of andere dingen die je wilt delen? Doe dat dan vooral via de reacties onder deze video. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien? Bijna nog niet geabonneerd op het kanaal. Klik op abonneren om nooit meer een video te missen in de toekomst. Wil ik jou bedanken voor het kijken. En hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.